Word je van een vaatwasser gelukkiger in huis of vergroot alleen je wooncomfort? Of is er gewoon iets te zeggen voor ouderwets handwerk? In deze video wil ik je helpen een keuze te maken tussen deze of deze. Maar dit is het moment om je te vragen om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Een veelgekoesterde droom, vooral voor mensen die het niet hebben, is het hebben van een vaatwasmachine in huis. En als makelaar zie ik tijdens bezichtigingen kijkers altijd even controleren of er inderdaad een vaatwasmachine in de keuken zit. Het is namelijk dé manier om een tijdrovende klus door iemand anders, of eigenlijk iets anders, te laten doen. Waardoor je wellicht tijd overhoudt om leukere dingen te doen of te besteden aan iets wat echt belangrijk voor je is. Dan is de investering in een vaatwasser een manier om geld voor tijd te ruilen. En daarmee je geld zo te gebruiken dat je er uiteindelijk gelukkiger van kan worden. Gelukkiger uitgeven. Maar dat hoeft lang niet altijd of zomaar voor iedereen te gelden. Want hoewel een vaatwasser ongetwijfeld meer comfort in je huis brengt, betekent dat niet automatisch dat je ook meer geluk gaat brengen. Want als het doen van de vaat een gemeenschappelijke activiteit is, die je samen met je partner of met je huisgenoot doet, de een wassen, de ander drogen, dan is dat misschien ook het moment om samen de dag door te nemen, om even lekker stoom af te blazen, of om het leven in perspectief te zetten, of gewoon om plannen te maken. En dan stimuleert samen de vaat doen ook de sociale interactie in huis. Zij aan zij, tijd voor een klusje, maar vooral ook voor elkaar. En dan zou de aanschaf van een vaatwasmachine juist niet handig zijn voor je geluksgevoel. Zeker als dat betekent dat de een alles inruimt en de ander op de bank gaat zitten en de tv vast aandoet. Weggesprek. Dus kijk naar al je huishoudelijke klusjes, zoals de vaat doen, of kleding opvouwen, of zelfs tuinwerk. En als dat iets is wat je ook samen kan doen, met je partner, met je huisgenoten of met je kinderen, dan worden dat soort klusjes geen moedje, maar juist het moment om je met de ander in huis te verbinden. Dus vaatwasser aanschaffen? Prima als je daar tijdwinst mee kunt boeken. En deze tijd kan benutten voor activiteiten die je geluk ook bevorderen. Maar koop hem niet, en als je hem al hebt, gebruik hem gewoon minder, als het ook een onderdeel is van jullie gezamenlijke dagelijkse ritueel. Waarbij het ook een moment kan zijn dat je met elkaar in gesprek bent en zo gelukkiger samen in huis kunt wonen. En zo sleutel jij aan je eigen woongeluk.